Ik ben al in het verhaal verteld bij dit nummer. Het gaat over een jongen die ik tegenkwam in een bar. Dat gebeurt wel vaker, maar die was niet een vrolijke gast. Die was naar Irak geweest. Het klinkt al een beetje sentimenteel wat ik nu vertel, maar hij was. Wat ik aan hem zag, is dat hij eigenlijk helemaal bijna geen mens meer was, zeg maar. Alle levendigheid was uit hem gezogen daar. Hij had echt vreselijke dingen moeten doen in Irak en ik dacht, nou dat moet eigenlijk maar niet. Maar ja, het gebeurt toch altijd en het blijft ook altijd gebeuren. Dus. Vandaar dit nummer. Lekker op beurt. Found myself a place to go at times when I can't get it right.